We zitten inmiddels al enkele weken in een harde lockdown. Als deze maatregel niet nog eens verlengd wordt, hebben we 57 dagen zoveel mogelijk binnengezeten. Hoogleraar Anjeta Fischer is van mening dat de mens niet gemaakt is om zo geïsoleerd te zijn. En vooral jongeren zouden het er moeilijk mee hebben. Wat doen de Tilburgers om mentaal in orde te blijven tijdens de lockdown? Even naar buiten, een boodschapje doen. Ja, je kijkt wat televisie, je leest wat meer. En ik ben wat in mijn tuin bezig en ja, je moet je bezighouden, maar dat valt niet altijd mee. Wij blijven heel veel thuis, we maken een ommetje, onze kinderen komen op afstand. Ik ben eigenlijk overdag nog wel veel met vrienden, dan wel één op één natuurlijk, maar ja, ik zie wel gewoon mensen waar ik nog om geef. Bezig blijven met lezen, mensen bewust opzoeken, ook al heb ik ze niet direct nodig. Dat is toch wel van belang volgens mij, om elkaar te blijven zien, maar ook om jezelf te blijven trainen in je hoofd. Lezen, sudokutje, dat soort zaken. Ik kan met de voet boodschappen doen, terwijl ik dan eerst of met de auto of met de fiets zou doen. Dus sowieso verzin ik van alles om een beetje toch in beweging te blijven. Door elke dag wat te wandelen. Voordat ik ga slapen doe ik een meditatie, een geleide meditatie of ik luister naar muziek. Ik probeer te lezen en ik probeer toch nog de mensen die in mijn kleine bubbel zitten om die regelmatig te zien. Alles binnen de regels, ja, ja zeker. Dus afstand houden, ja. Nou ja, ik ben heel blij dat ik gewoon kan werken. Ik werk bij het Kruidvat en dat is dus een cruciale winkel, zeg maar. Hè? Dus wij mogen ook open blijven. En daar hou ik mij wel op de benen.